Daar komt hij aan. De bedwinger van 100 kilo en 1,95 meter. Hoe is het? Goed jongen, met jou. Top gisteren. Hoi man. Goed gedaan. Goed gedaan, dankjewel. Super. Ik heb een kop groter van. Wel hè? Ja. Dat is echt dit hè? Ja. Als je ook op een gegeven moment zag, jongen, er stonden jij en mooi Sander links en rechts naast hem. Zien jullie zo bij de hand gepakt. Dat was net even met de kinderen gelopen. Ja, daar kom je niet aan. Maar Jinke wel lekker op een gegeven moment. Eén keertje, ja, was stom voor mij. Bij de 16 deed ik de gele kaart. Ja, was stom. Ja. Een tik op spoot. Ja, was die vloer over op zijn knietje schrik. Ja, ja, hij verblikt of verbloost niet, hè? Ja. Nee, die man is niet te imponeren, hè? Nee, nee, nee. Toen staat je zo aan te kijken van, wat doe je nou? ik krijg hem toch niet om. Het is wel een mannetje. Ja. Ja, af en toe staat hij schermen te doen terwijl ze balbezit hebben. En dan, Dus de volgende die je in je broekzak hebt is Suarez? Suarez, tevreden. we hadden het over een rijtje sterren, hè? Doe die eens maar eventjes. Hoi! Ik denk dat wij een klein excuusje moeten geven aan onze vriend Kibbeling. Hé, hey man, voor een half uurtje. Laat hem dat eerst maar vaker laten zien. Klein excuusje. Het was maar een helft. Maar eerlijk is eerlijk. Toen hij erin kwam voor viergever, gingen we wel in ieder geval een balletje naar voren spelen. Hij heeft ons positief verrast. Laten we het daarop houden. Want hij kan wel degelijk voetballen. Ja. Dat is gebleken. Hij staat er voor de deur. Ja. Hebben we er zin in? Ja, dat is een wedstrijd, daar heb je altijd zin in. Alleen zonder ons weer, en dat vind ik heel erg jammer. Daar heb je altijd zin in. Als het waar is, dan betekent dat we helemaal niet meer aan bak komen met uit de thuiswedstrijd. Had je anders verwacht? Nou ja, met deze burgemeester. Ja. Dat is wel jammer. Wat is nou de allermooiste herinnering aan Feyenoord uit die jullie hebben? Dat je in het stadion zat? Dat we 4-0 wonnen. En dat op dat melodietje van wat ze bij hun hebben als ze een doelpunt maakten. Toen het hele Ajax-vak elke keer uit zijn dak ging. Dat van de Hermes House Band. Bij elk doelpunt dat je gewoon daar met een mannetje of 5000 zit. En bij elke goal gingen we dat zelf zingen. En dat werd stiller en stiller. Dat je op een gegeven moment zingt 4-0, 4-0 en Feyenoord staat voor lul. Dat is geweldig. Ik zit wel gespannen voor de tv. En die spanning die begint echt al die dag ervoor. Dat zijn gewoon wedstrijden die wil je winnen. Hey, en dan staat er een gozer onder de goal daar. Die we best wel goed kennen. die we niet bij naam noemen. Nou, en die gewoon in die wedstrijd gewoon twee keer onder een hoge bal doorloopt. Ik denk dat je die gozer gewoon goed onder vuur moet nemen. Hij moet zorgen dat hij niet de wedstrijd van zijn leven kipt. Maar het zal toch een keer gebeuren dat hij twee keer onder de bal doorloopt. Het zwakke punt van Kenneth Vermeer? Een club kiezen. Dat is zijn allerzwakste punt. Ja. Je zou het eigenlijk wel leuk vinden als hij gewoon daar zwaar vernederd wordt. Ja, voorspelling jongens, zondag? 0-3. 0-3.